Deze hebben we nog niet eerder in Bureau Brabant gehad, een cash trap. Dat is waar we deze man voor zoeken. Een cash trap is eigenlijk een soort afdekplaatje dat hij voor de uitgiftemond van de geldautomaat vastmaakt. Het geld van de volgende klant die wil pinnen blijft daar dan achter steken. En voilà, zo kan deze man of een collega van hem het geld dan stelen. Weer zo'n gehaaide manier om mensen geld afhandig te maken. Check dus ook altijd even als u pint of alles met de geldautomaat in orde is. De vraag van vandaag is natuurlijk, wie is dit? Geef het door via de nummers in beeld. Bedankt voor het meedenken. Zo zorg ook jij ervoor dat we elk jaar bijna de helft van alle zaken in Bureau Brabant oplossen. Nou, check ook deze of deze.